ik heb gekozen voor de opleiding hotelreceptionist omdat ik graag met gasten bezig ben. In het begin stond ik eigenlijk altijd wel samen met iemand en ja, leer je alles stap voor stap, samen een mail schrijven, samen de telefoon opnemen bij zo'n spreken. Duaal leren is eigenlijk dat je 2 dagen op school zit en 3 dagen op de werkvloer. Het zijn altijd verschillende dagen bij mij, ook in de weekenden vaak. Maar ik vind het wel heel leuk zo, om te kunnen combineren. Ik vind het grootste voordeel eraan dat je eigenlijk meer naar je toekomst gaat kijken. Je hebt al meer ervaring dan de rest eigenlijk ook op school. En je verdient er ook nog iets aan. Dus de jongeren krijgen de kans om zelf inbreng te doen in een traject. Zo kunnen ze zelf aangeven als ze bepaalde hotels willen bezoeken of een gastenbeleving willen ondergaan. Maar ze kunnen ook inschrijven op opleidingen van Horecavorming Vlaanderen. Voor het opleiden van jongeren in de praktijk, dus in de horeca zelf, dat geeft toch wel wat voordelen. Dat ze echt de fieldpraktijk ter plaatse leren, waar het op zich van school toch meer zo'n theoretische benadering is. Om later mensen in dienst te nemen, is dat natuurlijk een pluspunt dat je die mensen kunt evalueren en dan eventueel een vaste job kunt aanbieden. Hè. Na deze opleiding zou ik graag in een hotel blijven werken en misschien nog hoger opkomen in een hotel.